Waarom ben jij hier vandaag? Om een kliniek te krijgen van Rocky of zo, heet je toch? Wat heb je allemaal gedaan? We hebben gevoetbald, we hebben trucjes geleerd en net op het lat geschoten. Kon ze zelf een beetje voetballen? Ze kan heel goed voetballen. Wat liet ze allemaal zien? Ja, trucjes. Hoe heet dat nou ook alweer? Zo? Ja, met je voet of zo. Ja. Schaatsen? Schaatsen met een bal. Okay. Wat vond je het allerleukste? Penalty schieten. Wat vind jij het allerleukste? Ik denk de trucjes. Ik sta hier bij Rocky Heyakaya. Jij geeft de kliniek vandaag. Voetbal, waar heb je het zelf geleerd? In Uithoorn, dus niet eens zo heel ver hier vandaan. Daar kom ik vandaan, op straat. Ik ben opgegroeid tussen een aantal flats. En daar speelde ik met mijn broer en met alle buurjongens. En ja, daar is het voor mij begonnen, op de straat. Ja, je geeft zelf ook training. Waar geef je training? Dat is heel verschillend. Dus of een voetbalvereniging die benadert mij. Maar ik heb bijvoorbeeld afgelopen vorig jaar dus, begin van het seizoen bij de vrouwen van PSV training gegeven. En daarnaast zit ik ook in het buitenland. Dus ik heb een project in Soudaan en in Curaçao lopen en daar geef ik de vrouwen ook training. Maar dat gaat verder dan alleen voetbal. Ja, want dat is een stichting. Vertel eens iets over je stichting. Ja, de stichting heet Favela Street, is ooit begonnen in Brazilië, in Rio de Janeiro. En wat we eigenlijk zeggen is, we creëren een nieuwe generatie rolmodellen op plekken waar dat heel hard nodig is. En het is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. En het middel wat we gebruiken is de voetbal. Dus dat is mooi. Ja. 1, 2, 3. Ja, we gaan vooral heel veel plezier met elkaar hebben. Maar ik ga ze natuurlijk een aantal straatvoetbaltrucjes aanleren. Maar ook trucjes die je op het veld kunt toepassen. En dan gaan we natuurlijk even kijken of ze dat ook goed kunnen toepassen. En dat doen we dan hier achter in de Panna Battle. Steeds belangrijker voor TOF. We zien dat het damesvoetbal groeit, niet alleen bij TOF, maar dat is in heel Nederland. En TOF krijgt steeds meer dames die aan het voetballen zijn. En wat is jullie toekomstvisie? De toekomstvisie is denk ik dat TOF een vereniging wordt voor dames en heren. En dat het voetbal gewoon een gemengde sport gaat worden. Ja, damesvoetbal. Hoe zit het daarmee? Nou, we willen het bij TOV eigenlijk nog groter maken. We zijn op de goede weg, maar we willen het nog breder maken. En ik denk dat we dat goed mee bezig zijn, ja. En wat zou je zelf nog heel graag zien voor de toekomst? Dat we hoger gaan voetballen. Dat we nog meer teams hebben, dat we het selectie kunnen gaan doen natuurlijk. En heel veel voetbalplezier.